Welkom, studenten van Sintra, 2017 natuurlijk. Wat wil ik zeggen? Als je, dus we zijn nu al zover, jullie werken al een tijdje in AutoCAD. Ja, ja, ik ben niet van AutoCAD, ik ben van 3D Max, maar ik probeer nu exact uit te leggen voor het exporteren vanuit AutoCAD 3D meshes, hè? Ik ben enkel gespecialiseerd in 3D. En niet in 2D in AutoCAD. Dus als je een 3D mesh hebt, ja, logischerwijs, wat zou je logischerwijs exporteren? Ja, of save as. Je kunt die opslaan als de standaard formaat. Zou je zeggen, is logisch, 3D Max communiceert er ook mee, als een drawing file, een standaard DWG file. Dus een standaard AutoCAD file. Je kunt ook exporteren als FBX, maar wacht, ik ga het verschil laten zien. Dus een standaard DWG file, wat algemeen gekend is. Dus je gaat als DWG file exporteren. Wat is die nu aan het zeuren? DWF? Ik moet geen DWF, ik moet save as drawing file. Ah, dat moet ik hebben, ja. Dus ik ga die, maar die mag zich stand noemen, ja. Zo heet dat beestje. Dat is vergroot gelijk. Vergroot glas, maar. Dus in de zich stand. Dus ik ga die saven op mijn desktop. Als DWG file. Drawing file. Een standaard. Even checken. Dat ik mijn goedkeuring. Is die weg? Hij is weg. Dus ik ga die nu klein maken. Dus hier staat mijn DWG file. Als ik die in ga laaien in Max, ga dat voordoen. Ik wil natuurlijk import, ja. DWG file is geen 3D Max, dus non-native file format. En dan ga ik op mijn bureaublad ga ik kijken naar mijn. En even, ben ik hem voorbij? Hier is mijn sextant. Oké, open. Nu krijg ik een import. Wat DWG? Wat doet DWG standaard? Ik ga er niet over zeuren. Dat is top voor 2D objecten. Daarom laat ik die in. Dat is redelijk delicaat. Dus hoe ga ik in willen laaien? Dus ik wil het top eruit halen. Dus ik wil het beste, de beste kwaliteit overhalen van die DWG. Maar DWG is beperkt. Dus ik ga het beste proberen. Dus dat staat op layer. Dus volgens layer. Hè, de primitives. Ik ga mijn curve steps. Die staat maar op 10. Ik ga die op 100 zetten. Maximum mogelijk. Ik wil de maximum kwaliteit en maximum surface deviation. Dus die staat op 2 en ik ga die op 0,1 zetten. Ja, goed. Dus dat zou mijn beste instellingen zijn voor DWG. Maar DWG is weer een compressie. Dus die gaat hij nu binnenhalen. Nu kijk. Dat is een DWG file. Als je dat zelf getekend hebt, zo, het gaat nog vrij goed. Maar kan zinzoomen, zie je zelfs de lijnen komen niet overheen met je schaling. Het ziet er allemaal zo hakkelig uit, ja. Je ziet, daar zitten smoothing groups in. En die kloppen totaal niet, zie je. Dus als je nu een huis of eender iets binnenhaalt, zou je meshes, je meshes worden gewoon hercalculeerd, heropgebouwd. En die komen in Max zo binnen, ja. Zie je? En in principe, ik ga de AutoCAD file nog eens open doen. In principe zie je eigenlijk, kijk eens hoe mooi afgerond dat is. He? Die bevels, dat is gewoon perfect in AutoCAD. Dus je ziet, je bent beperkt. Ja. Je bent beperkt in. In je compressie eigenlijk in principe, maar er is een oplossing voor. Vergeet dit niet. Altijd als je een solid, noemen ze dat, een solid object, dus een massief object, dus een 3D mesh wilt exporteren vanuit AutoCAD. Waarom zit dat nu niet hier? Nu komt niet af. Waarom zit dat niet in menu? Waarom zit dat niet in menu? Ze willen zichzelf niet eruit en ingooien.
en hier een export, een perfecte export van 3D gaan zetten. Waarom? Ze hebben ook 3D programma's in hun concept Autodesk en ze gaan zich onder elkaar niet eruit in gooien. Maar het zou Autodesk niet zijn als ze geen verborgen geen verborgen snufje erin zo hebben zitten. Dus hoe gaan wij nu weer in principe importeren? Je gaat gewoon klikken en dan ga je typen ACIS en dan moet je out pakken. ACIS out. Wat is dat? Dat is wat typisch, dat zit niet in het menu, maar dat is een verborgen programma. Speciaal verborgen, kun je zeggen, als je het niet weet, dan kom je er nooit. Een verborgen programma voor het exporteren van solid meshes, dus van 3D objecten. Dus ik ga klikken en ik ga selecteren, that's it, en ik doe op enter. Voilà, nu zie je ACIS zat. Dus nu is een ACIS file. En dat is puur gemaakt voor AutoCAD, puur voor AutoCAD. Dus als je exporteert vanuit AutoCAD 3D objecten en je wilt perfect naar max, ja, communiceren met de exacte maten. Dus ik ga die opslaan in mijn desktop. Ik ga je verschil laten zien en we kunnen daarover discussiëren. Oké, even wachten. Hij zal mij wel waarschuwen als die in orde is. Of heeft hij een probleem mee? Is dat in orde? Het zal wel in orde zijn. Dus ik kan AutoCAD sluiten. Save changes. No. Dat is mijn 3D's Max. Ik ga die even verkleinen. Hier staat hem. Ja. Mijn 3D's Max terug open doen. Ik ga die resetten. Ja. Start. Reset. Scene has been modified. Don't save. Do you really want to reset? Yes. Krijg een melding. Oké. Okay. Wat is nu, hè? Als je hier met design standaard, het is er allemaal mooi voor gemaakt. Design standaard, krijg ik hier een menuke, even wachten. Dus je ziet hier, hè, file links, hier kun je ook AutoCAD kiezen. Maar dat is een link. Wat je hier dan verandert, gaat automatisch, wordt automatisch gecommuniceerd naar AutoCAD. En dan ben je ook weer beperkt. En de communicatie van AutoCAD rechtstreeks als link. Als er iets misgaat in Max, als die crasht, dan ga je wel ondervinden dat die gaat crashen. Door te experimenteren, maar dat is goed. Dus nu ga ik importeren, ja, importeer non-native file formats. En nu ga ik naar bureaublad en ik ga mijn, waar zit het beestje, even kijken. Hier zit hem. Ik ga die importeren, dus ik ga die openen. Kijk, je ziet, dat is veel eenvoudiger. Dus je ziet viewport body mesh quality. Ik wil topkwaliteit. Fine. Ja. 3D trimming tolerance normal. Ik wil die very tight hebben. Oh nee, die laat ik op toon. Als die fine staat en dan standaard no welding, dan is dat in orde. Als die gewoon 100% op fine staat, is goed. En ik ga die op OK duwen. Het duurt wat langer als DWG als standaard drawing file of FBX file of OBG file. Je ziet het duurt echt langer. Waarom? Dan gaat geen calculatie verloren. Dan gaat totaal niks verloren vanuit AutoCAD naar 3D's Max. Vergeet niet 3D meshes. Voilà. En nu kan ik je laten zien. Ja. Je ziet de kleuren zijn perfect mee overgekomen. En nu kan ik je laten zien. Kijk eens wat een perfecte afronding. Ja. Dus als je je huis of je meubeltjes binnenhaalt. Je gaat er echt geen problemen mee hebben. En hier kijk op die schaal. Die zit er nu perfect op. Zie je ze? Nee, je ziet ze niet. Dus dat is allemaal perfect overgekomen. Perfecte afrondingen. Dus je chamfers, die zitten er gewoon al perfect in, hè. Dus vergeet het niet voor 3D meshes binnen te halen. Kijk,
translucency is zelfs mee overgekomen. Dus je doorzichtigheid is zelfs mee overgekomen. Je kunt er gewoon doorkijken, zie je? Dus dat is gewoon perfect, hè. Voilà, dat was dan een port naar 3ds Max of ander 3D. Je moet het weten, hè. Als je het niet weet, ik denk veel tutorials of eender iets vanuit AutoCAD naar 3ds Max zal je niemand zeggen. De meeste gaan exporteren als FBX of als DWG file. Maar je ziet, er gaan een hoop verloren in de compressie, hè? Dus de hercalculatie. Maar deze duurt wel langer voor in te laaien, maar je hebt perfect alles, je meshes. Kijk, alles is echt mooi opgesplitst. Ja, alles is gewoon perfect. Hier zelfs dat glas kan ik apart eruit halen. Dus daar gaat niks verloren. Voilà, dat was een belangrijke tip voor studenten. 3ds Max, niet AutoCAD, hè? 3ds Max, Sintra.